Wist je dat de dunst bevolkte provincie van Nederland Drenthe is? Het is trouwens de enige echte hunnebedprovincie van Nederland. Ik sta hier naast zo'n kolos van enkele duizenden jaren oud. Het grootste gedeelte van de bevolking in Drenthe woont in de kleine dorpjes op het platteland. En Drouwenemond is zo'n dorp. Drouwenemond is zo bijzonder dat het in een heel uniek gebied ligt. We zitten hier tegen de Hondsrug aan. We zitten tussen de hunebedden, dus we kunnen hier als het ware 5000 jaar terugkijken. We hebben hier een heel leuk attractiepark in de buurt. En er is hier voor toeristen en recreanten ontzettend veel te doen. Deze locatie is uitermate geschikt om iets te vieren. We hebben plek voor 50 personen voor een feest of een bruiloft. We zijn ook een officiële trouwlocatie van de gemeente Borgerodoorn. En mochten er meer personen komen dan 50, dan kunnen we natuurlijk met mooi weer altijd naar buiten uitwijken. En dan plaatsen we een mooie luxe partytent erbij. We bieden onze arrangementen vaak all-inclusive aan, Hollands aperitief. En alle informatie daarvoor is te vinden op onze site. Nou, voor het bruidspaar hebben we dan altijd een prachtig cadeau. En dat is de luxe bruidssuite met de volgende ochtend een romantisch bubbeltjesontbijt. In the morning light. Wij kunnen voor bedrijven betekenen dat het goed gebruikt kan worden als vergaderlocatie. Het kan ook voor een bedrijfsuitje zijn, het kan ook een combinatie zijn van vergaderen en eten en drinken en een arrangement. Wat we zelf ook nog doen, we geven hier zelf ook trainingen. Mijn vrouw geeft veel training op het gebied van hospitality, dus echt gericht op de gastvrijheid. En ik zelf help mensen om hun commerciële vaardigheden te verbeteren. En dat doe ik bijvoorbeeld door middel van een verkooptraining. En ook daarop kun je uiteraard weer uitbreiden met een borrel na, een lunch en eventueel overnachten.